Renate, waar ben je nu? Jurgen, wij zijn inmiddels bij plein 1813 met het prachtige monument hier op de achtergrond ter nagedachtenis aan de overwinning op Napoleon en de stichting van Nederland zoals we het nu kennen. Het Koninkrijk der Nederlanden, 200 jaar geleden. Het kruis komt er nu aan, dat gaat mij ieder moment passeren. En ik wil eigenlijk heel graag iets vragen aan een van de kruisdragers. Ik sprak hem eerder op de avond en daar vertelde hij dat hij zich echt heel erg bewust heeft opgegeven om een van de kruisdragers te zijn. Met een hele mooie reden. Ik ga een klein stukje die kant op lopen. Het is wat chaotisch hier, zoals je zult begrijpen, want het is natuurlijk een enorme stoet met mensen. Zachtjes een beetje naar het kruis toe. Daar komt hij. Ja. Ronald, ik had het over jou net. Jij hebt je opgegeven als een van de kruisdragers, hè? Ja, klopt. Nou, ik vind het in mijn werk ook geweldig om dingen samen te kunnen doen met andere mensen. En we mogen nu met 16 mensen zo'n machtig kruis dragen. En het lukt. Wat is jouw achtergrond? Ik werk in het onderwijs en protestants-christelijk is mijn achtergrond. En ik werk dus ook op een christelijke school. Maar dit moet toch voor jou ook als christen uniek zijn dat wij zo'n gebeurtenis in Nederland hebben? Het is majestueus. Ik vind het echt geweldig. Ik loop alleen maar te genieten met een glimlach van oor tot oor. Maar hou die concentratie vast. Ik laat je lekker doorlopen. Ik zie je straks nog wel. Dankjewel. Onwijs grote groep, ook met leerlingen die ik eerder vanavond zag. Waar zijn jullie gebleven allemaal? Even kijken. Waar zie ik ze? Die lopen hier allemaal samen met de school. Oh, hier zie ik ze. Jij bent er één van. Jij loopt mee met school vanavond. Wat dacht jij toen ze op school vertelde van jongens, wij kunnen meelopen met de processie met de Passion? Leek me heel spannend. Ja? Ja. En is het ook spannend? Zeker. Weet je waar vanavond over gaat? Ja, zeker. Over de kruisiging van Jezus. Over zijn bestraffing. Zijn straf. Vind je het bijzonder om mee te maken? Ja, dat is echt, echt heel anders dan heel anders dan ik had verwacht. Want? Dat is bijzonder, al deze mensen. Je kan met sommige mensen praten. En gewoon hoeveel impact het allemaal heeft. Goed dat je het doet. Want ik weet dat jullie er geen cijfer voor krijgen. Oké. Mooie avond. Nu jij toch naast mij loopt. Als jij nou in zo'n processie loopt, hè, een enorme grote groep met mensen, waar ben jij dan mee bezig? Voor mij is het ook een tijd van reflectie, bezinning. Op wat het kruis voor mij betekent. En wat betekent dat voor jou? Mijn vreugde, mijn redding, mijn plezier. Het is toch ook wel een beetje een onderdeel van mijn leven. En Jezus is gewoon een hele bijzondere vriend van mij. Ik kan met hem bij alles bespreken. En ja, ik word er gewoon helemaal blij van als ik het al over hem heb, zeg maar. En ik vind het leuk om met zo'n groep te doen. Ja, dat begrijp ik. Wat vind je ervan dat dit verhaal op deze manier zo groot verteld wordt vanavond? Ik vind het heel erg bijzonder. Ik vind het mooi om te laten zien aan alle mensen in Nederland in principe, die kijken naar de uitzending of aanwezig zijn, dat het kruis ook in deze tijd ook wel betekenis heeft. Dankjewel. Nou Jurgen, wij lopen hier rustig door. En wij zijn nu op weg naar Paleis Noordeinde. En als het goed is, als we daar zijn, schakel ik weer terug naar jou op de Hopvijver.